Hallo daar, Tanja hier. En ik heb nieuws, of niet, we hebben het waarschijnlijk al gezien. We gaan binnenkort, heel binnenkort, gaan met z'n allen, dat is het plan, aan de detox. En ik schrijf een challenge uit en ik daag jou uit om mee te doen. Doe je mee? We starten nu zaterdag 22 september. Als dat niet lukt voor jou, dan kun je ook maandag 24 september starten. Dat maakt niet zo gek veel uit, maar het zou wel super cool zijn mochten we met heel wat mensen zaterdag kunnen starten. En waarom zaterdag? Wel, omdat het zaterdag herfst wordt. Nee, het is niet waar. Sommigen zeggen het wordt vrijdag herfst en anderen zeggen het wordt zondag herfst. Enfin, dus wij doen tussenin. En waarom met de herfst? Omdat het najaar start dan dus officieel en je lichaam gaat dan sowieso aan het zuiveren. Want het moet zich ontdoen van alle troep die je opgestapeld hebt in de afgelopen zomermaanden. Misschien de vakantiekilootjes eraf werken enzovoort. Je lichaam gaat sowieso aan het zuiveren, aan het cleansen. En ik vind het een heel goed idee om je lichaam daar een handje bij te helpen. En hoe kun je dat doen? Door in onze community te komen en door jou door mij te laten coachen en door hele toffe dingen te doen. Wat gaan we doen? Wat is het plan? Ik doe dit nu al 3 jaar, 4 keer per jaar. En 9 dagen, even 9 dagen focussen op het reinigen van mijn lichaam van de binnenkant. Het detoxen, het ontgiften, het cleansen, het reinigen, zuiveren. Hoe je het ook wil noemen, het komt allemaal op hetzelfde neer. Alle opgestapelde troep eruit, want anders ga ik die meenemen naar de winter toe. En in de winter gaan we sowieso al een extra laagje aanmaken. En in de winter zijn we sowieso al wat heviger, heviger misschien, maar ook onderheviger aan winterkwalen. En dat is niet zo fijn. Dus ik wil mijn weerstand verhogen en om mijn weerstand te verhogen moet ik mijn lichaam zuiveren. Enfin, er zijn redenen zat om een cleansing te doen. Misschien ben je er ook van overtuigd dat het een goed idee is om dat te doen bij de seizoenswissel. Of misschien heb je wat vakantiekilo's eraf te werken. Of misschien heb je gewoon zin om eens een keer zo'n zuiver lichaam te hebben. Misschien spant je jeans een beetje hard en wil je die wat losser laten zitten. Misschien wil je gewoon een kickstart maken naar een gezonder leven. Het zijn allemaal goede redenen en ik wil jou daar graag bij helpen. En ik werk, dus ik doe dit al 3 jaar, 4 keer per jaar. En dat zijn 9 dagen. Even focussen. Dit is mijn poes. Dit is Louise. Zeg even dag aan de mensen, Louise. Je moet wel beleefd zijn. Als je in beeld loopt, moet je dag zeggen. Allee, kom, dag zeggen. Dat wil ze natuurlijk niet. 9 dagen. Even focussen. Even cleansen. Even een laagje dieper gaan. Om de troep eruit te halen. We gaan werken met een aantal, met clean food. Met zuivere voeding gaan we aan de slag. Dat is 1, dat is heel belangrijk. We gaan een aantal dingen schrappen. We gaan geen alcohol doen, we gaan geen suiker doen en al die andere rotzooi. We gaan geen slechte vetten doen en zo. Dat laten we natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk wel veel meer dingen wel doen. We gaan zeer veel groenten eten, we gaan fruit eten, we gaan verse planten eten. We gaan heel lekker eten, heel gevarieerd eten. Ik ga je daarbij helpen, want ik heb leuke receptjes. En we gaan ons lichaam ook helpen met een aantal hele toffe, mooie, plantaardige supplementen. Dingen om te drinken, dingen om in te nemen. Niet veel, maar wel belangrijk. Als je er meer wil over weten van waarom is dat nu een goed idee om te detoxen en is dat eigenlijk allemaal zo geen hype weer al dat detoxen? Wel, ik heb er afgelopen vrijdag een masterclass over gegeven en als je die graag wil zien, de link staat nog online. Zet dan even klas hier onder deze video en dan stuur ik jou het linkje, dan kun je dat herbekijken. Dus 1,5 uur waarin ik 100 uit vertel over waarom het zo belangrijk is voor je gezondheid en voor je lijn om te detoxen. Want het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bepaalde klachten hebt. Heel wat mensen voelen zich heel veel beter als ze gedetoxed hebben. Als ze hebben minder gewrichtspijnen bijvoorbeeld, kan ook een goede reden zijn, al die dingen. Goed, dus we gaan werken met clean food, met gezonde, zuivere voeding. En we gaan ook aan de slag met een aantal hele toffe voedingssupplementen.
Ik loods jou daar allemaal door, hoe je dat precies moet doen allemaal. Dat is allemaal niet zo moeilijk. En daar rond heb ik nog een hoop toeters en bellen ontwikkeld, speciaal voor jullie. Om het wat leuker te maken, om jullie tot een aantal inzichten te brengen, om jullie resultaat meetbaar te maken. Want je gaat het niet alleen zien op de weegschaal. De meeste dames verliezen tussen de 2 en de 3 kilo op die 9 dagen. Lichaamsvet. Geen spieren, geen noodzakelijke vochten. En houden ze er ook heel gemakkelijk af. En bij mannen is dat meestal tussen de 3 en de 5 kilo op 9 dagen. Ja, bij mannen gaat dat altijd iets makkelijker. Ik heb een test klaargemaakt waarin je je toxiciteitsquotient kunt berekenen. Dat is iets nieuws. Je TQ hebben we nu ook. Hè, gaan we doen. Je symptomentrekker, dat je voordat je start door die symptomen kunt gaan en kijken hoe score ik ze. En dan na die 9 dagen doe je dat terug en dan ga je zien van ik score op die en die dingen veel beter. Ik heb een aantal mindset tools ontwikkeld erbij. Ik heb boodschappenlijstjes gemaakt, ik heb recepten erbij enzovoort. Een dagplanner, ik geef jou ook tips rond bewegen, want we gaan ook bewegen, niet te veel, een beetje, maar toch een beetje. Waarom en hoe, ik vertel dat allemaal. Hoe gaan we dat allemaal doen? Wel, we komen samen in een pop-up groep op Facebook. Die is er al, er zitten al een aantal mensen in. En jij kan er absoluut nog bij als je daar zin in hebt. Maar we starten dus zaterdag 22, vrijdagavond 21 is de kick-off. En dan gaan we met z'n allen aan de start zaterdag 22. Mensen voor wie dat niet in het weekend willen doen, kunnen ook maandag beginnen. Maar het is wel leuk om het zoveel mogelijk samen te doen. In die Facebook community heb ik dus alle toeters en bellen klaarstaan, documentjes en testen enzovoort. Dat krijg je van mij allemaal gratis erbij. Ik ga ook regelmatig live komen in die groep om vragen te beantwoorden, om extra tips en adviezen te geven enzovoort. Dus dat zit er allemaal bij. Het enige wat je moet aankopen zijn de producten waarmee we werken. En als je wil weten hoe dat nu zit met die producten, wat dat is en wat dat allemaal doet en zo, ik heb daar een video over gemaakt. En als je graag die, dus een infovideo, duurt niet zo lang, als je die graag wil zien, zet dan even video onder deze video. En dan stuur ik jou het linkje naar die video. Kun je dat allemaal bekijken en kun je mij dan laten weten of je wil meedoen of niet. Als je er nu al uit bent, van tuurlijk wil ik dat doen, oké. Dan zet je gewoon even yes in de commentaren. En dan stuur ik jou het linkje om je producten te bestellen. En dan kan ik jou meteen toevoegen in de groep. Als je vragen hebt of wil checken of het wel iets voor jou is, of het wel kan en of het aangewezen is, dan stuur je mij maar een persoonlijk berichtje. Voor wie is het niet? Voor zwangere vrouwen, voor dames die borstvoeding geven en voor actieve kankers. Dat doen we niet. Maar voor alle andere gevallen en voor mensen met een ernstige nieraandoening die in behandeling zijn, doen we ook niet. Maar voor alle andere mensen is het een absoluut advies, een goed idee om dat te doen. Moest ik nog iets vertellen? Ja, zoiets doe je niet alleen. Daarom, kijk, ik doe het sowieso 4 keer per jaar. Dus ik doe het sowieso, vanaf zaterdag start ik. Doe je met mij mee? Super tof. Doe je niet mee? Ik zie je even graag. Maar het is gewoon leuk om het samen te doen. Want weet je, samen lukt het gemakkelijker. Het is leuker om elkaar verantwoordelijk te houden. Om ervaringen uit te wisselen. Om tips uit te wisselen. En dat gebeurt dan allemaal in die community. Dus, eens zo leuk is het als je dan ook een buddy meebrengt. Of een buddy vindt in de groep. Dat kan ook. Zo iemand waar je mee spart. Zo een 1-op-1 partner. Dat maakt het nog leuker. En dat geeft verhoogt de kansen op jouw succes aanzienlijk. Dus voilà, dat is mijn boodschap voor nu. Wat wil ik van jou weten? Als je zegt, oké, dit is echt iets voor mij. Ik doe mee, ik ben eruit. Dan zet je yes onder de video in de commentaren. Als je zegt, ik wil die video over die kuur een keer bekijken met info. Dan zet je video. En als je mijn masterclass van afgelopen vrijdag nog wil herbekijken, dan zet je klas
onder deze video. En dan ga ik jou dat allemaal bezorgen. En als je vragen hebt, dan stuur je mij een persoonlijk berichtje. Afgesproken. Hey, ik hoop jou te zien zaterdag 22 of vroeger, want je gaat natuurlijk ook al, je hoeft niet te wachten tot zaterdag. Ik ga je al aan het werk zetten voor we starten, om jou al helemaal in de sfeer te brengen, om jou al helemaal voor te bereiden, zowel mentaal als fysiek. Goed plan? Ik denk het wel. Hey, laat het mij weten wat je erover denkt en ik zie jou heel snel terug. Bye bye!